Goeiedag, ik ben Nettie Bom. Hallo. Goeiedag, we hebben een dochter van 34, die is verstandelijk beperkt en autistisch. En ze krijgt nu steeds meer gedragsproblemen. Ja. Zo erg dat ze niet meer in het huis kan blijven wonen waar ze nu woont. Ja. En we hoorden toevallig een paar weken geleden over wietolie. We denken, nou, we gaan dit gewoon proberen. Zou ik wel doen. Maar hoe weten we nou welke plant we nodig hebben om THC te maken of CBD? Wanneer is het THC en wanneer is het CBD? Nou, bij autisme helpt gewoon een combinatie van beide. Ja, dat begrijp ik. Maar welke plant hebben we nodig daarvoor? Niet belangrijk. Als je het hebt over planten, dan komt dat omdat je op internet hebt gelezen wat blowers er allemaal over schrijven. En blowers zijn net bemoeimannetjes. Die maken zichzelf belangrijk door jou allerlei angsten voor duidelijk te maken. Ja, maar je moet wel een goede plant hebben, anders werkt het niet. Of dan werkt het averechts. Of dan kost je heel veel geld en je hebt er niks aan. En allemaal angsten. Ja, maar wat maakt dat iets THC of CBD wordt? Dat is mijn vraag. De soort. Het is niet iets dat wordt, dat zit er gewoon in. De soort plant? Ja, van de ene plant komen, rode paprika's en van de andere gele. Ja. Nou, dat was mijn vraag eigenlijk. Ja. En dat zaadje wat we nu gekregen hebben? Dat is vooral THC. Dat is vooral, oké, goed, wat beter. Autistische kinderen werken als een trein. Ja. Binnen een week heb jij een heel andere kijk op het ziekteprobleem van je kind. Ja. Ik snap wel wat je hebt, waar je nu mee bezig bent. Dat leidt onherroepelijk tot uithuisplaatsing en alsmaar zwaardere medicijnen om het kind rustig te houden. Want veel tijd hebben ze niet om aan dergelijke gevallen te geven. Dus geven klopt. Ze veel medicijnen. Ja. En kinderen die ze veel medicijnen geven, leven meestal minder lang. Ja. Ja. Dat weet je. Ja, precies. Okay. En beginnen met één druppeltje, want ik kan haar niet controleren hoe zij zich voelt. Jawel. Je kijkt namelijk gewoon. Ja, maar ze woont niet thuis. Nee, maar dus... en in het weekend? Ja, in het weekend komt ga ze naar huis. Proberen. Goed. Want kijk, als je te veel geeft, dan zie je de ogen lodderig worden. Ze worden rood, het ooglid wordt rood. Ja. Ze wordt lodderig. Liever even liggen op de bank, even slapen. Laat maar lekker gaan, weet je wel. Ja. Maar op die manier kun je leren doseren. En zou het kind mee in huis wonen, ja, daar heb je het in veel kortere tijd door. En daar heb je misschien wel 3-4 weekenden nodig om het te leren doseren. Oké, en de manier om het te leren, sorry dat ik je onderbreek, is ook als je het zelf gaat gebruiken. Want als je het zelf gaat gebruiken, dan weet je wat jij dat kind geeft. Ja, precies, dat sowieso. Ja. En zou je er dan ook CBD bijgeven om het high worden te voorkomen? Of zeg je, nou, CBD begin... is sowieso heel gezond. En dan ga ik niet zeggen wat ik niet mag zeggen. CBD is zenuwbeschermend en vermoedelijk zelfs zenuwherstellend. Dus... De myeline schede waarschijnlijk, niet? Ja. Okay. En dus is dat heel gezond voor een kind met een autistische werkverband. Want je weet niet waar het in zit. Ja. Je weet wel dat er sprake is van achteruitgang. Ja, precies, dat klopt. Ja. Dus het kan wel heel goed zijn om dat op die manier of te vertragen of af te remmen of wie weet zelfs meer. Nou, super. Maar ik heb dus echt bij kinderen met zware autistische stoornissen hele grote verbeteringen gezien. Nou, buitengewoon bedankt. Ja? Ja, okay. Wie wilt hem?